Een van de belangrijkste dingen in de software zijn de schablonen. Ze worden gebruikt om werkbladen met speciale vormen te maken, om layouts van complexe designs te maken, om wandtegels vast te leggen en nog zoveel meer. Daarom is er een menu specifiek gewijd aan schablonen. Maar voordat we bestuderen wat er allemaal in dat menu te vinden is, moeten we misschien eerst eens kijken naar hoe we een schabloon kunnen maken. In de werkbalk is een knop om direct een schabloon te maken. Druk eerst op schabloon en daarna op toevoegen. Zodra je hierop klikt, verandert de muis van vorm om aan te geven dat je kunt beginnen. Met de eerste muisklik plaats je het eerste punt van je schabloon. Daarna wordt er een venster geopend waarin je de lengte van het te tekenen segment en de waarde van de hoek kunt invoeren. Laten we het eerste segment van 1500 mm tekenen. We houden nu nog geen rekening met de meting van de hoek. Druk op Enter en de ingevoerde informatie wordt verwerkt. Zorg ervoor dat je segment zich in de juiste richting bevindt voordat je de informatie verwerkt. Mocht je dit toch niet hebben gedaan, kun je het getekende segment annuleren door op de rechtermuisknop te drukken. Voor het volgende segment kiezen we voor een segmentlengte en een hoekwaarde, zoals bijvoorbeeld 2500 mm en 150 graden. Gebruik de tabtoets om de hoekwaarde in te vullen. We hebben nu twee segmenten. Om het patroon te voltooien, klik je op het laatst gemaakte punt of gebruik je de Escape-toets op het toetsenbord. Zodra de hoek af is, kun je dubbel klikken op het begin- of eindpunt. Vervolgens kun je het schabloon verder afmaken. Laten we in ons voorbeeld een segment van 1900 mm toevoegen. Vervolgens beslis je welk materiaal je aan dit schabloon wilt toewijzen. Wil je muren plaatsen? Druk dan op het muurpictogram. Het systeem zal je vragen of je inderdaad wanden wil plaatsen. Dit kun je bevestigen waarna je de informatie over de muren te zien krijgt. Ik raad je aan om met de klok mee te werken. Op deze manier kun je ontwerpfouten voorkomen, vooral bij het installeren van de wanden. In het volgende voorbeeld is het patroon aan de linkerkant met de klok meegemaakt. Het patroon aan de rechterkant tegen de klok in. Wanneer de wanden op de mallen worden geplaatst, kan je zien dat de afmetingen van de wanden aan de linkerkant correct zijn, terwijl die aan de rechterkant rekening houden met de dikte van de wanden, wat de uiteindelijke indeling behoorlijk kan beïnvloeden.